Goedendag meneer de jager. Goedendag meneer. Dag Loren. Weet u de doodsoorzaak al? Doodsoorzaak. Ik ga je niet eens vragen. Goedendag. Dag Loren. Goedendag. Hey Pieter. Heeft u het lijk al kunnen identificeren? Het slachtoffer is Iver. Goedendag. Goedendag meneer Jager. Pieter. Gaan we. Wat is dat? Waa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 a
Goedendag Pieter. Goedendag meneer Jager. Ga je horen? Goedendag. Heeft u het lijk al kunnen identificeren? Het gaat om een advocaat, Yves Revoost, 37 jaar. Maar de... Ja? Goedendag meneer. Goedendag Pieters. Goedendag. Heeft u het lijk al kunnen identificeren? Het gaat om een advocaat, Yves Revoost, hij is 47 jaar. En wat is de doodsoorzaak? Er was een wapen aanwezig, maar er zaten geen kogels in. Maar er zijn duidelijke werksporen te vinden aan de hals. Dus het zou duidelijk een moord. Dus daar is ja, deze moord iets kunnen maken. Goedendag meneer Jager. Goedendag Pieter. Goedendag. Heeft u het lijk al kunnen identificeren? Het gaat om een advocaat, Yves Revoost, hij is 47 jaar. En wat is de doodsoorzaak? Er was een wapen aanwezig, maar daar zat geen kogels meer in. Er zijn duidelijk werksporen te vinden op de hals. Het gaat zo wel degelijk om een moord. Blijf gewoon filmen. Klaar? Ja. Welke is het? Ja? Ja. Goedendag meneer de Jager. Goedendag. Pieter, goedendag. Heeft u het lijk al kunnen identificeren? Het gaat om een man, Yves Revoost, 47 jaar en hij is advocaat. Goedendag meneer de Jager. Goedemiddag heren. Ga maar horen. Goedendag, ga maar horen. Heeft u het lijk al kunnen identificeren? Het gaat om Yves Revoost, een advocaat van 47 jaar. En wat is de doodsoorzaak? Doodsoorzaak? Er was een wapen aanwezig, maar daar zat geen kogels meer in. Er zijn duidelijk werksporen te vinden rond de hals. Goedendag
Die hem belt aan, hè. Ja. Goeiedag, ik ben Hannelore, maar dit is mijn collega. Ja. Ja, zie ik niks, joh. Sorry voor het onderuit. Ja. Hoe ligt meneer Jagers? Nee, ik niet. Helemaal weer weg. Heeft het lek gehad? Het is de laatste keer. Wat is dat? Doet hem expres in kwaadheid? Of niet in die? Waarom is jij nu lachen? Nog eens of niet? Nee, man, dat is goed. Ja, ik word maar lekker. Wat boeit er? Sponsored by Fruitella.